Goedemorgen. Voor degenen die me nog niet kennen, Mark van Buren. Ik ben de voorzitter van de Stichting Storm. Stichting ter ondersteuning restauratie molen. Deze stichting bestaat sinds 1999 en sinds 2014 hebben Martin en ik het bestuur overgenomen en Sandra is onze secretaris. Wij staan hier met z'n drieën, maar we hebben nog veel meer mensen die ons helpen bij de molen. Die wil ik bij deze allemaal bedanken voor het harde werk wat er tot nu toe gedaan is hier. En zeker wat er de komende maand gaat gebeuren. Wij hebben vandaag de jury van de Bank Giro Loterij Molenprijs 2018 op bezoek. Welkom allemaal. Wij hebben het heel lang voor ons moeten houden, maar wij zijn dus officieel genomineerd voor de Nationale Molenprijs van 2018. Wat is nu de kern van ons project? Dat is het restaureren van de maalderij die achter de molen is gelegen. Daar waren we net met de jury voor een uitgebreide rondleiding. Dit noemen we de machinekamer. Willen we dan die verbinding maken naar de nieuwe maalderij, zeg maar. Ja. Je kan aan de achterzijde van het pand zelfs nog zien dat de twee muren gewoon tegen elkaar aangebouwd zijn. En pas boven het dakgrootniveau is het weer doorgemetseld naar elkaar toe. Zeg maar. Ja. Het zijn echt twee gebouwen tegen elkaar aangeplet. Ja. Ja. En dat was vroeger dus een buitenraam. Er zit een raam in, maar het kijkt nu naar de andere kant. Ja. Zullen we nog even bij de maalderij of bij de hamermolen kijken? Ja, dit is hem. Hier gebeurde het. Nou kijk, hier zit een constructie in. Dat is een rotor met de klepels. Dat gaat met de snelheid van, een 1800 toeren van die de motor maakt, gaat dat slingeren. Het product komt hier vanuit de kaar over de schuddebakken in die rotor met die klepels. Door de snelheid wordt dat graan of dat maïs wordt helemaal fijn geslagen door een zeef heen. Hieronder ligt de zeef, daar wordt dat product doorheen geslagen. En het meel wat daar dan doorheen past door die zeef, dat komt hier in een luchtstroom terecht door deze ventilator. Die ventilator die brengt dat product door pijpen naar boven toe, naar een cycloonfilter. Op het dak buiten staat dat cycloonfilter, die scheidt dat meel uit die luchtstroom, wordt gescheiden. En de luchtstroom die gaat via een pijp, wordt die teruggebracht. Kijk, daar staat het gat nog. Wordt die teruggebracht naar deze inlaat toe. Wordt die lucht weer gebruikt met het meel door de ventilator naar boven gebracht weer door de cycloonfilter. Dat is eigenlijk een gesloten systeem zo. En de cycloonfilter die haalt dat gemalen product uit die luchtstroom. En dat kan dan opgezakt worden en die luchtstroom die is puur voor transport van het meel. Wat een van de grote voordelen was van de molenaar als proces, is dat je dus zowel het vullen van je maalsysteem en het opzakken op dezelfde verdieping kon. Ja. Dus dan veel minder tijd kwijt aan heen en weer lopen. Ja. Klimmen, op en neer klimmen. Ja. Dus dit was zeg maar de modernisering van de molen. Ja. Dus toen hij dit ging doen, gebruikte hij de molen niet meer. Ja. Je kan hier ook allerlei sporen zien dat het boven verwerkt werd. Want hier is dan een kettingje omheen. En dan kon hij met dat kettingje kon hij hier beneden de schuif bedienen. Met de hoeveelheid product die over zijn hamermolen heen leidde. In feite de moderne schuddebak. Kijk, daar zitten de twee gaatjes nog waar de ketting doorheen liep. Wat is er in die maalderij aan de hand? De molen is de eerste generatie maalwerktuigen op deze locatie. In 1902 besloot de molenaar dat die molen toch wel een beetje ouderwets begon te worden. En dat het misschien wel goed was dat als er een keer geen wind was of de molen was kapot of er was wat, dat er een maalderij was waar die machinaal kon malen. Er is toen in 1902, zoals de gevelsteen daar vermeld, een maalstoel geplaatst die eigenlijk precies hetzelfde was als een maalkoppel wat bovenin de molen staat, maar dan aangedreven door destijds een petroleummotor en later een elektromotor. En daar is de molenaar in feite als een soort backup voor de molen gaan malen. Totdat hij erachter kwam dat het toch wel makkelijk was dat je niet hoefde te kruien, geen zeilen hoefde voor te leggen en als de wind wegviel kon je niet werken. Dus hij ging eigenlijk bij voorkeur steeds vaker in die maalderij malen. Nou, met ook dit maalproces weer gaan moderniseren. Ik heb wat moois, zegt die firma, en ik ga wat voor je schetsen. Die schets van die maalderij, of die hamermolen in de oude maalderij, is vervolgens gerealiseerd aan de zijkant van het gebouw waar de derde generatie maalwerktuigen is ontstaan, namelijk de hamermolen uit de jaren 40, eind jaren 40. En die heeft tot 1972 gedraaid. Toen is de molenaar gestopt, met pensioen gegaan. En toen is uit dit veevoerbedrijf, een heel groot veevoerbedrijf, aan de Goudhoekweg voortgekomen. Uiteindelijk, volgens onze overlevering.
Kortom, deze drie maalwerktuigen zijn behoorlijk uniek. Dat er drie van deze maalwerktuigen op dit kavel zijn bewaard gebleven. Dat is eigenlijk de maalgeschiedenis van Voorne-Put en Oostvoorne voor de grote industrialisatie van de jaren 60-70. Heel bijzonder. Nou, dat heeft altijd hier gestaan, maar onder een hoop zooi. Rommel. Dat was een rommelschuur. En toen Martin en ik een paar jaar geleden hier beneden kwamen en deze dingen zagen staan, toen riepen wij tegen de eigenaar, heb je enig idee wat je hier hebt staan? Hier staat een geschiedenis, dat wil je niet weten. Hier moeten we wat mee doen. Nou, en onze molen is de kleinste molen van het eiland. En de mooiste, zoals jullie weten, uiteraard. Helemaal mooi. Het is fijn dat je daarvoor al applaus krijgt. Iets wat ze 200 jaar geleden gebouwd hebben, krijgen wij applaus voor. Dank. Wij niet, de molen krijgt applaus. Ja, nee, sorry. Goed, het is heel bijzonder, maar de kleinste molen van het eiland wil zeggen dat hij klein is. We hebben geen riolering, we hebben geen toilet, we hebben geen stromend water. En ik kan mij nog goed herinneren dat wij in december vorig jaar tijdens een grote sneeuwstorm hier zaten. Te dubben of we wel of niet naar buiten zouden gaan omdat we naar het toilet moesten in de sneeuwstorm. Nou, dan kom je tot de conclusie, zeker met alle evenementen die we nou sinds een paar jaar bij de molen organiseren, waar we meer dan 1000 bezoekers per jaar mee halen naar de molen, dat eigenlijk de faciliteiten onvoldoende zijn om hier nog 200 jaar mee door te kunnen. Zeker als je ook scholen wil ontvangen, dan moet je dat tegenwoordig een beetje beter gaan regelen. Vandaar dat we erachter zijn van jongens, als deze molen nog 200 jaar mee wil, want onze molen bestaat over drie jaar, 2021, 200 jaar, hebben wij gezegd, dan willen we die maalderij gaan restaureren tot een museaal bezoekerscentrum. Daar hebben wij een plan voor geschreven, dat heeft de jury van de Molenprijs bekeken en die hebben gezegd, jullie zijn genomineerd. En zo is de cirkel weer rond. Dus hartelijk dank voor jullie steun in al die jaren. En we gaan nou nog één ding. Wat gaan we doen komende maand? Wat gaan we doen? Want dat is het allemaal. We hebben hem nog niet gewonnen, dames en heren. In september kunnen we stemmen met z'n allen op molenprijs.nl/Oostvoorne. En we hebben de uitdaging om tenminste 10.000 stemmen bij elkaar te krijgen. 100.000 mag ook, maar 10.000 stemmen is voorlopig is de ondergrens die we willen gaan bereiken. Dus het programma in december ziet er heel druk uit september. Heel druk uit voor ons. We gaan zaterdag meedoen met de Lampjoddentocht. We gaan meedoen met de Lampjoddentocht in Rokanje. We hebben natuurlijk Open Monumentendag, waar we nog een samenwerking hebben met de Biebenbunker, de Duinhuisjes, waar ook onze car weer heen en weer zal rijden tussen de drie locaties. Ook een fantastische samenwerking die we dit jaar hebben opgestart. En we hebben in het laatste weekend nog, het ene laatste weekend hebben we Burendag bij de Molen en de plantenruilbeurs van de Groei en Bloei. En we hebben in het laatste weekend een draaimarathon van 8 tot 8. Dat wil zeggen dat wij van zaterdagochtend 8 uur tot zondagavond 8 uur aan het draaien zijn. De hele nacht door. Met allemaal activiteiten waar jullie ook van harte voor zijn uitgenodigd. Dus kortom, jullie zijn nog niet van ons af. En als jullie ons willen helpen door vriend, vijand, familie en wie dan ook die je tegenkomt op straat erop te wijzen. Stem op de Molen van Oostvoorne. Dank jullie wel. Wij hebben in juni al een selectie mogen maken uit een aantal projecten. En ik zou u eerlijk vertellen, niet iedereen komt erdoor. Het is de taak van de jury om te beoordelen of ze aan de voorwaarden voldoen, of het project kans van slagen heeft en of we iets bijzonders hebben. En eigenlijk waren we er heel snel over eens dat dit echt absoluut iets bijzonders is. Sowieso de hele geschiedenis erbij. Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet alleen om het object wat je hebt, maar het verhaal. En als je het verhaal ook nog kan onderbouwen met wat wij net gezien hebben. We vonden het projectplan al mooi en er goed uitzien. Maar als je het verhaal ook hier nog eens een keer echt kunt zien, is echt iets heel bijzonders. Wij hebben er in ieder geval echt alle vertrouwen in dat het jullie gaat lukken om hier een fantastisch plan neer te zetten de komende maand. Met het werven van de stemmen. Dat zal niet altijd even makkelijk zijn, want mensen moeten ook echt er wel wat voor doen om hun stem uit te brengen. Maar elke stem is inderdaad een euro waard. Dus of je nou wint of niet, het mooiste is natuurlijk het winnen van de Bankieren Loterij Molenprijs. Maar elke stem is een euro waard. Dus je weet ook daadwerkelijk waar je het voor doet. En ik weet zeker dat met de enthousiasme en de passie die jullie hiervoor hebben, dat dit sowieso gerealiseerd gaat worden. Ik wil jullie daar in ieder geval heel veel succes bij wensen. En jullie oproepen om daar alle steun voor te verlenen.
Want dit is echt een bijzonder project wat dat ook, ook verdient. Ja, vorig jaar voor het eerst mee mogen doen, zeg maar, met de jury bij de Molenprijs. En ja, ik vind dat heel erg leuk om te doen. Dus ja, ik wens jullie erg veel succes. Het is een leuk project. Mijn naam is Karel Loef. Ik ben directeur van de erfgoedvereniging Bond Heemschut. Dat is een particuliere vereniging met leden die zich inzetten om monumenten te beschermen en te behouden. Dus vanuit die achtergrond vind ik het fantastisch wat jullie als vrijwilligers en als bestuur hebben neergezet. Want molens kunnen niet zonder mensen. Dan staat er gewoon iets en dan staat er iets te verpieteren. En eigenlijk zie je dat ook een beetje met jullie project hierachter. Er stond iets, dat is in de vergetelheid geraakt. Jullie hebben het stof ervan afgeslagen en nu staat er iets waarvan ik het heel bijzonder vind om het in deze staat te kunnen zien. Maar ik weet zeker dat als jullie plan gerealiseerd wordt, dat er nog veel meer mensen van kunnen genieten. En vandaar dat dit plan bij mij ook echt een plekje heeft dat ik denk van ja, als je dat kan realiseren, dan laat je niet alleen iets heel moois zien voor deze molen, voor de plek, voor het dorp, maar eigenlijk voor het hele eiland en voor de hele maalderijgeschiedenis van Nederland. En dat is het leuke van molens, dat het niet alleen maar gaat om het malen van graan of veevoer, maar dat het echt gaat om een breder verhaal van de streek en van jullie identiteit waar jullie hier met elkaar voor zitten. Heel de maand september kan gestemd worden op www.molenprijs.nl Oostpoort.